Hey, welkom bij Witte Vlocht en vandaag gaat het over IRSL. Als je niet weet wat dat is, dan ben je zeer blunke. Ontbonden aan Argus, want daar heb ik een workshop over Start to Vlog, koppen met Meraki. En we doen dat in het kader van IRSL. IRSL, dat zou zeggen, dat is een social media cel in Roeselare. Dat we met een hele bende gasten die daar eigenlijk intensief mee bezig zijn. Met social media, iedereen een beetje zijn expertisegebied. Proberen mensen ook aan te wateren voordat ze mee bezig te zijn. En als er vragen zijn of veel zin, dan kunnen die mensen dat dan ook stellen. Dus een mooi leuk verslagje maken en een leuke vlog over IRSL. Dat kan een heel eerste hit zijn, maar de social media, de workshop, een Insta-meet, een Twitter-bijeenkomst, een Koter Tojo, het toestand en al. En een podcast die live wordt opgenomen met Roeselare hier in Argus. Het gaat de moeite zijn. Man, wat is al goed, zegt ik dat je niet vindt. Allee, je moet dan een workshop meegeven en zet nu, zegt hij. Nu, we gaan deuren naar Tim. Die is aan het uitleggen hoe dat Jean zijn podcast live aan het streamen is op Facebook. Ik heb een laptop. Die daar in de trap staat. Maar ja? Ik heb een iPad. Ik doe anders. Ja, dat hangt niet. Ondertussen is Steven bezig met zijn presentatie en we gaan eens een kijkje nemen wat er allemaal te doen valt op dit moment. Daarvan, de micro is zeker de must. Of maar als... Oh, nee, dat is niet zo. Je houdt dat op je computer. Ja, echt. Die toon dat geluid verbeterd, maar inderdaad daar eigenlijk niets aan doen. Ja, maar ik ga een keer eentje tonen. Ja, en zet dat gewoon via de audio in je telefoon of in je camera of in je iPad. De workshop is in aan, het was gisteren, het was een reus succes. Ik heb complimenten gekregen van de tevens als schip van cultuur Dirk de Dekke. Merci dat hij terug om dat te winnen van jou. Ik denk dat we dat nog een keer gaan doen, de workshop, als gisteren. Ik hoop dat iedereen het tof vond om te kijken. En je weet wat te doen in de nog een keer. IRSL, hipso, like. En het leuk vinden. Ik was het. We hebben het gehoord. Tot de laatste keer.